Meer dan 8000 personen hebben een bezoek gebracht aan de vierde editie van de Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition. Dit kan gezien worden als een groot succes voor de organisatie waarvan Staatsolie de gastheer was. Het thema was de volgende succesfase, waarbij vooral local content, dus lokale bedrijven, in de gelegenheid werden gesteld om hun producten en diensten te kunnen aanbieden. Door te netwerken en samenwerkingsverbanden aan te gaan, moeten lokale bedrijven in staat zijn om samen met gekwalificeerd personeel die nieuwe uitdagingen in de olie- en gassector aan te kunnen. Mark Revos, Marketing Asset Manager van GoTo, bevestigt dit. The executive teams during this conference focused on leadership, governance, energy transition, the importance of development for Suriname, but even more, the development and the participation of our local content. A knowledge-filled program with professional speakers and panelists alongside the exhibition of 200 plus companies welcomed many delegates and over 8,000, and this number actually was updated, over 8,000 visitors during the last 4 days. Tijdens de vierde editie van SEOGS konden bezoekers de verschillende nationale en internationale bedrijven uit de regio aanschouwen tijdens de beurs. Dit vond plaats van 4 tot 7 juni in Torarica en is gisteren met succes afgesloten. SEOGS 2024 heeft de basis gelegd voor toekomstige samenwerkingen en groei in de regio. En dat op basis van olie en gas, bevestigt Revos. Volgens hem is het wederom bewezen dat als wij samenkomen, wij grote successen kunnen boeken. It is yet again proven that we can achieve much more if we come together. If we work together. The conference has proven to serve as a vital predecessor of the current and future developments focusing on the knowledge, the information and the experience with regard to the oil and gas industry. This is the next stage of success, starting with the inspirational opening by His Excellency, our President, Chandrika Prasad Santokhi, various ministers and other distinguished speakers, and ministerial panels from both Suriname and abroad. De SEOGS is gehouden op het moment dat Total Energies als operator van blok 58 bezig is met voorbereidingen om dit project, geraamd op miljarden US dollars, ten uitvoer te brengen. Volgens consultancybureau Wood Mackenzie zitten in het offshore gebied een equivalent van ruim 4,6 miljard vaten olie.